Klop, klop. Hallo. MTV Cribs hier. Hallo. Hallo. Het leek even op een horror movie, maar het was wel... Oké, maar welkom iedereen in MTV Cribs part 3. Ja, yeah, van ons. En dit is Chris' tweede huisje. Denk ik. Ja, oftewel ons, maar we doen net alsof Chris de persoon is die hier woont. Dus Chris, laat maar zien wat we hier hebben. We hebben hier een tafel. Ah, interessant. En we hebben hier een Fabian. Nou, dan hebben we hier mijn keldertje. Oh, een kelder. Interessant, dat heb ik nog niet gezien bij de vorige. Wacht. Hoe lang hoor ik jou nou vallen? Een tijdje. Yeah, overleefd. Oké, dus we hebben hier een geheime kelder die ongeveer een halve kilometer diep is. Twee halve kilometers, dus oftewel 1 kilometer. Ja, het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit, vind ik. En heb je nog meer naast dit? Dan heb ik hier nog een gangetje. Oh, een gangetje. Oh. Ik hou altijd wel van gangetjes. Oh, dankjewel. Anders stuurt het water natuurlijk omhoog. Ja. Je wilt toch niet nat worden? En dan heb ik hier een tweede huisje. Nou, dus een hele grote boom. Interessant. Nee, maar het is een echte grote boom. Dus je hebt een boom in je kelder. Ja, daar komt wel opnieuw, ja. Nice. En dan heb je hier nog een iets kleinere boom. Oh, hij is zelfs hier een soort van wortel. Ja, ongeveer wel, ja, zoiets. Zoiets. Goddammit. En dan heb ik hier nog een boom. En dan daarachter staat hier. Ook raad. Sorry. Nog een boom. Wauw. Wat een huis. Oh ja, en dan heb ik hier nog een torch. Oh, een torch. Oh. Die had ik nog niet eerder gezien in deze mooie kelder. Je hebt natuurlijk wel goed licht nodig voor. Ja. En dan is hier Hagrid's huisje. Oh, dus maar je hebt. Hagrid woont ook in je kelder. Ja, eigenlijk wel. En dan heb je hier een chest. Je mag de boeken best lezen, maar... Ik hoef het doe maar, niet te doen. Doe maar niet. Oké, weet je wat? We gaan de boeken gewoon lezen. We gaan ervoor. Ja, wij hebben mentale problemen. Wat ga je doen? Kerel. Harry, vies kind, haal die hond uit mijn mond. What the fuck? Oké, we gaan door met de volgende kamer. Nou, hier komen we bij de Fab Cave. Fab Café. Oké. Het heeft vast geen betrekking op mijn naam. Nee. Ah, dat is mooi gedaan allemaal. Dat is zeer netjes. En dan heb je hier Fab Cave. Wauw. Dan heb je hier de laptop. Ja, nog een laptop, want ja, waarom ook niet. En oh ja, en dat was een verwijzing naar deel 2. Die moet je eigenlijk ook gezien hebben voordat je dit deel ziet, want geweldig deel. Ja, dat was mooi. Dat was genieten. Ja, precies. En daar had hij ook een laptop. Maar hier heeft hij nog een laptop, want hij is rijk. Ja, hij heeft alleen ben ik met Jordans even kwijt, maar... Dat is ook weer een verwijzing naar deel 2. Oké. Maar ga maar door met de tour. Ja, anders snap je het niet. Dus als ik jou was, zou ik het wel even bekijken. 1 armleuning is genoeg. En dan heb je hier het bed waar ik niet in kan slapen, want het is geen nacht. Dus het bed voor triertjes. Of in mijn geval,
Gewoon, normaal, een duurtje. Kwartetjes. Nou, dat past niet helemaal. Ja, goed punt. Dit schilderij is gemaakt door dinges. En deze door Pisa. Die. En deze is gemaakt door Rembrandt, volgens mij. Ja, Rembrandt. En dit schilderij, dat is een bloem. Geloof ik, of niet, ik weet het niet. Ik denk Het dat het is. door Mojang is gemaakt. Volgens mij is het door Mojang gemaakt, ja. Oké, nice, nice. En dan heb ik nog een aantal schilderijen. Sommige lijken een beetje op elkaar. Maar het is totaal geen kopie of zo van het echte schilderij. Oh ja, dat is waar. Want jij hebt zowel het echte schilderij als de Ja. kopie. Toen ik deze vloer heb aangelegd, was die sowieso grijs. Dankjewel voor het kijken, iedereen. Dit was ons mooie cave. En Fab Cave, Fab Café, hoe je het wil noemen. Haag het huisje. Jullie hebben het allemaal gezien in het mooie huis van Chris en mij. En Van mij. sorry, alleen van Chris. Weet nog niet of we een beetje steun krijgen voor deze afleveringen. Want dan gaan we er nog meer maken. Want het is wel veel editingwerk, zoals jullie weten. Zien, hoop En het ik. duurt ook een hele tijd om het allemaal te bouwen. Oh ja, het bouwen duurt nog ongeveer 3 keer zo lang. Maar het editen, dat is. Daarom, deze 3 afleveringen kosten namelijk heel veel tijd. Dus ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En misschien komen er nog meer in de toekomst. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doei!